Goedemiddag, mijn naam is Lodewijk de Dekker en dit is een opdracht voor het vak Onderwijs en Maatschappij aan de lerarenopleiding Het Homedirect aan het KISP in Gent. In deze opdracht doen wij een vergelijking tussen levensbeschouwelijke vakken binnen het onderwijssysteem in Vlaanderen en Engeland. Bij wijze van introductie gaan wij even overlopen hoe deze presentatie er zal uitzien. We beginnen met de vraagstelling en de afbakening van het onderzoeksonderwerp. Daarna gaan we kijken hoe in beide regio's het onderwijs georganiseerd is. Ten derde gaan wij kijken wat de plaats van het secundair onderwijs is binnen die twee systemen. En dan beginnen wij aan het tweede grote luik van deze presentatie, de vergelijking van de twee systemen, waarbij we eerst gaan kijken hoe we het onderzoek gaan voeren, wat de resultaten zijn van onze onderzoek, en gaan wij daar een analyse van maken. Om dan te komen tot een derde deel van onze presentatie, de conclusie. De vraagstelling is vrij eenvoudig. Wat zijn de voornaamste kenmerken van de huidige plaats en organisatie van levensbeschouwelijke vakken in het Vlaamse en Engelse onderwijs? Vooral duidelijkheid, onder levensbeschouwelijke vakken verstaan wij de schoolvakken godsdienst, op godsdienst berustende zedeleer of niet-confessionele zedeleer, maar dat kunnen ook vakken zijn die gericht zijn op maatschappijbeleving of cultuurbeschouwing. De afbakening van het studiegebied. Het is zo dat wij eigenlijk enkel het secundair onderwijs gaan bekijken en ook enkel de gesubsidieerde scholen, vermits dit eigenlijk het meest relevante gebied is voor de vakken levensbeschouwelijke onderwijs. Het doel van ons onderzoek is een beter inzicht krijgen in het eigen Vlaamse onderwijssysteem door de vergelijking te maken met een systeem uit een ander land. Hoe wordt het onderwijs georganiseerd in Vlaanderen en Engeland? In Vlaanderen worden gesubsidieerde scholen opgesplitst in twee soorten. De openbare scholen, of georganiseerd door een lokale autoriteit. Dat kan de Vlaamse gemeenschap zijn, maar ook een provincie of een stad of gemeente. En dan de overgrote meerderheid, de vrij gesubsidieerde scholen, waarvan de meeste in Vlaanderen katholieke scholen zijn. Die vormen ongeveer 75% van het onderwijs. Dat zijn scholen die eigenlijk privaat initiatief zijn, maar wel gesubsidieerd worden. In Engeland worden gesubsidieerde scholen maintained schools genoemd. Daarvan wordt 82% georganiseerd door lokale autoriteiten, dat zijn de community schools. En er zijn ook drie soorten kerkscholen of kerkinitiatieven, dat zijn de voluntary aided schools, de foundation schools en de voluntary controlled schools. De plaats van het secundair onderwijs is in beide systemen gelijklopend. In Vlaanderen van 12 tot 18 jaar, deeltijds mogelijk vanaf 16. In Engeland is dat van 11 tot 18 jaar, waarvan de laatste periode van 16 tot 18 jaar facultatief is. In Vlaanderen gebeurt de onderdeling volgens eerste, tweede, derde graad. In Engeland spreekt men van key stage 3, 4 en 5. Nu, hoe gaan wij precies ons onderzoek voeren? Wij gaan dus de twee systemen vergelijken en we gaan daarbij bepaalde deelgebieden bekijken. Zoals de voorgeschiedenis van levensbeschouwelijke vakken, de wetgeving er rond, de organisatie ervan, de inhoud, hoe wordt die bepaald, hoe zit het met vrijstellingen en we kijken ook naar het nieuwe vak citizenship. Als we de resultaten oplijsten van ons onderzoek, dan zien wij dat op het vlak van voorgeschiedenis, om een lang verhaal kort te maken natuurlijk, er wel een aantal verschillen zijn tussen Vlaanderen en Engeland. Het belangrijkste verschil als we de geschiedenis bekijken, dat is in Vlaanderen werd het onderwijs vroeger door twee verschillende zuilen georganiseerd, de liberale zuil en de katholieke zuil. Hierdoor had je reeds op het eind van de 19e eeuw het ontstaan van een vak genaamd niet-confessionele zedeleer. In Engeland is dat niet gebeurd, daar had je geen liberale zuil. Er was ook een heel sterke eenheid tussen kerk en staat in Engeland, die veel langer bestaan heeft dan in Vlaanderen, waardoor eigenlijk tot diep in de 20e eeuw religieus onderwijs de norm was in alle scholen. Pas in de jaren 60 is dat veranderd en is die religious instruction, religious education genoemd en is men daar een meer geseculariseerde benadering beginnen gebruiken. Belangrijk is ook in Engeland dat sinds 2002 er een nieuw verplicht vak is ingevoerd, namelijk citizenship. Wat de wetgeving betreft, zien wij dat in Vlaanderen
de wetgeving rond levensbeschouwelijke vakken door drie wetten bepaald is. Enerzijds de grondwet, die een vrij liberale grondwet was en voorzag in vrijheid van onderwijs, waarbij ook levensbeschouwelijk onderwijs plaats moest hebben voor zowel godsdienst als niet-godsdienstonderwijs of niet-confessionele zedeleer. Dan in 2010 is er het besluit geweest of decreet van de Vlaamse regering betreffende het levensbeschouwelijk onderwijs in openbare secundaire scholen. En er was ook de omzendbrief van 2002 die vrijstellingen bepaalde voor die vakken. In Engeland zijn er drie wetten heel belangrijk. De Education Reform Act van 1988, ingevoerd door Margaret Thatcher, waarbij eigenlijk een soort eenheid terug werd gemaakt van het onderwijssysteem wat religie betreft in Engeland, dat intussen eigenlijk verschillende richtingen geëvalueerd was. Dat is terug onder één noemer geplaatst, namelijk Religious Education. Die moest plaatsmaken ook voor andere wereldreligies, maar waarbij de christelijke nog altijd de belangrijkste plaats moest innemen. De Education Act van 2002 door Tony Blair voor de citizenship of burgers in als verplicht vak voor leeftijden 11 tot 16 jaar. En in de wet van 2006 werd een regeling bepaald voor vrijstelling voor religieuze vakken. Hoe wordt de organisatie van levensbeschouwelijke vakken bekeken in Vlaanderen en Engeland? In Vlaanderen is het zo dat in het openbare onderwijs ieder leerling een keuze heeft tussen Rooms-Katholieke, Protestantse, Orthodoxe, Anglicaanse, Islamitische en Israëlische godsdienst of niet-confessionele zedeleer, dat dat minimum 2 uur per week moet zijn en dat men daar een vrijstelling voor kan vragen. In het vrije onderwijs worden de levensbeschouwelijke vakken ingevuld door de inrichter zelf. Bij de overgrote meerderheid van de vrije gesubsidieerde scholen is dat het katholieke onderwijs. En daar wordt het vak godsdienst ingevuld eigenlijk door de kerkgemeenschap zelf, door de Rooms-Katholieke Kerk. Bij andere initiatieven binnen het vrij onderwijs gebeurt dat door de erkende diensten van de inrichtende kerken. Bij Steinerscholen is het zo dat religieuze vakken vaak vervangen worden door een vak cultuurbeschouwing. Vrijstellingen vragen is ook hier mogelijk. In Engeland bestaan er twee belangrijke levensbeschouwelijke vakken, enerzijds Religious Education, dat behoort niet tot het nationaal curriculum, maar wordt eigenlijk in regionale comité's inhoudelijk vastgelegd. Dat is in alle gesubsidieerde scholen een vast vak, een vrijstelling ervoor is mogelijk. Citizenship werd ingevoerd in 2002, behoort tot het nationaal curriculum, dus nationaal wordt die inhoud daarvan vastgelegd, is verplicht in alle gesubsidieerde scholen en een vrijstelling is niet mogelijk voor dit vak. Wie bepaalt de inhoud van de levensbeschouwelijke vakken? In Vlaanderen op de openbare scholen wordt zedeleer bepaald door de Raad voor Inspectie en Begeleiding van Niet-Confessionele Zedeleer. Voor de andere godsdienstvakken wordt eigenlijk de inhoud bepaald door de erkende instanties van de relevante kerkgemeenschappen. In de vrije scholen wordt de inhoud van de godsdienstvakken bepaald door op katholieke scholen de erkende instantie Rooms-Katholieke Godsdienst. En bij de vriendenscholen is het vaak een invulling door de vriendenscholen zelf rond cultuur-educatie. In Engeland bestaat het vaste vak Religious Education. De inhoud daarvan wordt eigenlijk vastgelegd door een agreed syllabus. Die wordt geschreven door regionale commissies. Dus per regio kan dat nogal eens verschillen. Inhoudelijk hebben we gezien dat het vak Religious Education een sterke evolutie doorgemaakt heeft in Engeland. Van een confessionele teachings in, dus eigenlijk godsdienstonderricht, naar een teaching about, dus eigenlijk onderwijs geven over religies, waarbij ook andere godsdiensten stilletjes aan bod gekomen zijn, naar teachings from, waar eigenlijk verwacht wordt van de leerlingen dat zij hun eigen normen en waarden opbouwen aan de hand van de verschillende religieuze en niet-religieuze wereldbeelden die in het vak Religious Education onderwezen worden. Het vak Citizenship, daarvan wordt de inhoud bepaald door het National Curriculum. Belangrijkste thema's hier zijn democratie, justitie, rechtspraak, rechten, plichten, identiteit en diversiteit. Hier wordt vooral gestreefd naar een vorming van verantwoordelijke en kritische burgers.
Hoe zit het voor vrijstelling? Dat hebben we in voorgaande onderwerpen al gezien. In Vlaanderen kan zowel voor religieuze vakken als voor zedeleer een vrijstelling aangevraagd worden. In Engeland kan dit enkel voor religious education, maar niet voor het vak citizenship. Het vak citizenship werd in 2002 ingevoerd in Engeland en verplicht in Key Stage 3 en 4. Dus eigenlijk worden daar een aantal thema's behandeld over de mens en maatschappij, waarin geprobeerd wordt van de leerlingen kritische burgers te maken en ze te onderrichten over politiek, hoe dat georganiseerd wordt, hoe het justitiesysteem werkt, hoe economie werkt, de rol van media, hoe zit het met mensenrechten, hoe wordt Europa georganiseerd, hoe zit het met internationale relaties. Dus een mede bedoeling van dit vak is eigenlijk ook een soort verantwoordelijke, actieve burger te maken, die ook rekening houdt met de identiteit van andere geloofsovertuigingen en eigenlijk een soort humanitaire houding leert aannemen binnen de maatschappij. In Vlaanderen gaan stemmen op om een gelijkaardig vak in te voeren. In het gemeenschapsonderwijs is men daar al stiltjes aan mee van start gegaan. Sommige stemmen gaan op om dat ook in andere onderwijsnetten in te voeren. Dat is eigenlijk een discussie die momenteel actueel is. Zo, hoe kunnen wij deze resultaten analyseren? Enerzijds zien wij een aantal gelijkenissen. Opvallend is toch dat het godsdienstvak in beide systemen, hoe ze ook georganiseerd worden, in de overgrote meerderheid van de middelbare school nog steeds een heel belangrijke plaats inneemt. Iets wat meer gesecualiseerd van inhoud in Engeland. En in beide systemen is er ook plaats voor onderricht over andere wereldgodsdiensten binnen die vakken. In beide regio's is het zo dat er een vrijstelling kan aangevraagd worden. Verschillend is dan wel dat Engeland meer niet-confessioneel is van inhoud, wat religieus onderwijs betreft, dat de inhoud regionaal kan verschillen. En dat in Engeland ook een vak citizenship bestaat, iets wat in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen staat. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste gelijkenissen en verschillen. Conclusie is dat eigenlijk, ja, diens brood men eet, diens woord men preekt. Als men de geschiedenis ziet van de levensbeschouwelijke vakken, is het zo dat dit steeds aangepast geweest is aan van waar het geld komt, om het simpel te zeggen, of van waar de subsidie komen. Hoe geseculariseerder de autoriteit die de subsidies geeft, dat vertaalt zich ook in meer niet-confessionele invulling van de levensbeschouwelijke vakken. Er is daar een zekere correlatie. Dan Sign of the Times. We hebben gezien dat maatschappelijke veranderingen zoals secularisatie en pluralisatie zich vroeg of laat ook inhoudelijk vertalen naar die levensbeschouwelijke vakken. Alhoewel dat dat niet zonder slag of stoot gebeurt en er vaak grote discussies rond zijn. Dan zien wij ook een evolutie naar het vak citizenship of burgerzin, waar eigenlijk een meer niet-religieuze invulling gegeven wordt aan een levensbeschouwelijk vak, maar toch ook geprobeerd wordt om bepaalde waarden en normen aan te leren of bij zichzelf te ontdekken bij de leerlingen. Ten slotte heb ik de bronnen die gebruikt zijn in deze studie opgelijst op deze pagina en zo kunnen deze nog even geraadpleegd worden. Ten slotte dank ik de luisteraar voor de aandacht. Vriendelijk dank.